Positieve gezondheid is een gedachtegoed, maar vooral een gespreksinstrument om het echte gesprek te voeren over wat voor jou of voor mij belangrijk is. En het is uitgewerkt in een model met 6 dimensies. De brede blik op gezondheid, waarbij we fysiek, mentaal, sociaal en emotioneel in beschouwing nemen, die blijkt heel waardevol. Als ik naar mezelf kijk met diabetes type 1, dan voel ik me niet mijn ziekte. Ik voel me niet zielig of ik voel me geen patiënt. Ik ben gewoon Karen met diabetes type 1. En ik denk dat die veerkracht, niet alleen het focussen op dat ik insuline moet spuiten of rekening moet houden met mijn eten, maar gewoon eigenlijk de brede benadering, omgaan met de uitdagingen van het leven en ook zelf bepalen waar je je goed bij voelt, dat spreekt mij van positieve gezondheid heel erg aan. Positieve gezondheid is ook niet het doel op zich, want we geloven erin dat gezondheid een middel is om lekker te leven en om lekker je ding te doen. En met positieve gezondheid kun je makkelijker dat gesprek over al die dimensies van het leven voeren. En dat is waar wij denken dat het echt om gaat.